In Actua Portret gaat Mieke Dobbels op bezoek bij comedian Wouter de Prey. In deze aflevering leren we de man achter de grappenmaker kennen. Vader van twee, schrijver van boekjes en iemand die goed over het leven en de gedachtenkronkels die ermee gepaard gaan, heeft nagedacht. Je kunt er toch niet omheen dat iedereen zijn leven elke dag voortdurend probeert in te richten om zo gelukkig mogelijk te zijn. En ik vind het heel flauw dat we het daar niet mogen over hebben. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen, ik vind het flauw dat heel de wereld dat zegt. Ik vind het ook flauw van mezelf dat ik het daar tot nu toe nog niet over heb mogen hebben. En ja, dat is wel goed geweest. Ik ga daar vanaf nu over praten. Zaterdag 2 en zondag 3 november op Actua TV. Goed. Is dat, kunnen we dat kopen, zo'n deur? Nee, je moet dat zelf afzagen en dichtplakken.